Hoe lang moeten ze nog, Paul? Nou, deze Karel Roosevelt heeft nog zeker 12 dagen werk voordat ik snijden moet. En hier sta ik zeker 10 dagen in te snijden. Maar wie gaat Paul daarbij helpen? Dat is de grote vraag momenteel voor pionkwekers. Er is een schreeuwend tekort aan seizoenswerkers. Ik ben geen uitzondering op de regel. Ook wij hebben dat probleem. En dus richten de kwekers zich ook tot uitzendbureaus. in de hoop dat ze zo aan buitenlandse seizoenskrachten kunnen komen. Maar die moeten steeds vaker nee verkopen. Het is wel een, een steeds groter wordend probleem. En we merken dat al, nou, zeg maar, een anderhalf jaar. Euh, ook gewoon de lokale euh, markt, om het zo maar te noemen. Euh, dat het daar lastiger is om, om goede medewerkers te vinden. Maar ook met seizoenarbeiders die uit het buitenland komen hierheen. Euh, ondervinden we ook die problemen nu de laatste tijd. De economie in onder meer Polen trekt aan. Daardoor zijn minder mensen bereid om hier te komen werken. Tegelijkertijd neemt de vraag naar personeel bij ons juist toe. Ook Paul Boots zwende zich tot een lokaal uitzendbureau. Maar hij krijgt niet het aantal mensen dat hij nodig heeft. Hoeveel had je er nodig? Ik had er 30 nodig. En hoeveel krijg je er? Ronde 22. Die zijn 100% zeker. Een tekort aan personeel is voor Paul een ramp. Als het niet lukt snel genoeg mensen te vinden, staan de bloemen te lang op het veld en worden ze uiteindelijk waardeloos. U kan zien dat hier nou, meer dan 10 bloemen op één plant staan. En die moeten er toch in 5 dagen af. En als ik geen handjes heb, dan krijg ik ze er niet af. Dus hou je van buiten werken en wil je Paul en zijn collega's uit de brand helpen? Hier volgt het promo praatje. Ik zou zeggen: leef je uit. Voor tijdelijk werk is dit gewoon lekker buiten, gezond voor uh, lijf en leden. Allemaal komen? Ik zou zeggen van wel.